It's hard for me to stand here today, but it's important to be here today. In dit huis woonden Bernard Hess, zijn vrouw Selma en hun dochter Sonja en Sophie. Op een avond in 1942 wordt er op de deur geklopt. This door, behind me. Het gezin is verraden. Bernard wordt weggevoerd, de anderen duiken onder. Bernard en Sonja overleven de oorlog niet. We stand here today in the name of memory and for the sake of memory. Thank you. Vandaag worden twee struikelstenen gelegd door Ada Amit en haar familie. Ada is de kleindochter van Bernard. Ze woont in Israël en is speciaal naar Nederland gekomen voor dit moment. Nu leeft ze zelf in oorlog en dat maakt deze dag extra beladen. It's really... don't have another word. I cannot find a word to express it. Horrors and horrors. It's a terrible turbulence. De beslissing om in oorlogstijd naar Nederland te komen was moeilijk. Maar Ada wilde het toch doen. I said, if I can come, I want to do it. Because who knows? We have to take the opportunity when it comes and be prepared. It was very important for me. And today it's war again. There is a knock on the door again. Dankzij de struikelstenen zullen de mensen die hier woonden niet worden vergeten. I'm really happy that I did it because I feel now I put the stone and I put the memories. They got their own place, the right place. And I feel the something is closed.